die kant op. Oh, helaas. Boys, waar zijn we nu? Ik heb geen idee, richting Borrebedoer. Richting Borrebedoer. We hebben letterlijk elke keer moeten vragen waar we heen moesten. En nu weten we ongeveer waar we heen moeten. Maar Marco, vond je het een beetje leuk? Heb je lekker geslapen trouwens? Want we zijn trouwens, dit is onze eerste vlog weer. Tot zo! Leem. Ouwe, ze de hele tijd te wachten. Dat is een suft voor mijn neus. Tot ze alle hards rijden. Eerst komt die ene wagen, weet je nog. Nou, even opnieuw, want het is echt mislukt. Ja, het is ook best wel grappig trouwens, maar... Zo, we zijn aangekomen bij de Borrebedoer, dat zie je natuurlijk nog niet. We gaan eerst even wat eten. Ik heb Pepsi Blue gekocht. Ik ben benieuwd. Pepsi Blue, hoe vond je de scooterrit? Ja, gedeeld vind ik fucking vet. Ik heb zelf natuurlijk geen scooter of certificaat. Dat is ook geen rijbewijs. Dus ik heb in mijn centrum toen ik het opgehaald. A, dit is B of C. Maar in ieder geval, ik vond het super vet. Ik heb eigenlijk ook nu al kunnen ondervinden dat ik vind dat in eerste instantie blijft. Als het gewoon echt heel erg lastig is om te rijden in een, bij het verkeer. Maar uiteindelijk wel meevalt eigenlijk. Kun je snel genoeg aanpassen eigenlijk. Zo lastig is het niet. Nee, uiteindelijk wel. Maar ik vond dat rijden in de drukke snelweg vond echt helemaal niks. En iedereen zwaaide naar ons toen we in het binnenland waren. Vonden ze allemaal leuk om witte mensen op een scooter te zien. En we kwamen ook nog langs een parade. Daar heb ik even een kort beeldje nog van die parade. Dat is een beetje vreemd allemaal. Oh, dat is echt lekker man. Ik bis. Super lekker. Dat is wel lekker inderdaad. Ja. Dat en meer, en we gaan zo meteen lekker kijken bij de boeren. Ja, we zijn net binnengekomen eindelijk. We hebben de tickets. Bleek dus dat we, even kijken, 20 euro moesten betalen per persoon. Wat echt naar mijn idee, absurd is. Echt een oplichterij. Dat wilden we niet. Dus als student kreeg ik korting, maar we moesten allebei wel een studentenpas hebben. Die hebben alle twee niet mee. En kijk eens hoe ik erbij loop. Dus ja, maar dat is die kortingen niet. En ik zei van ja, ik wil gewoon wel korting hebben. Dus op een gegeven moment zijn we op internet een beetje gaan zoeken. In ons e-mailadres. Of we nog wat informatie konden vinden. En ik had wel allebei geen kopie van een studentenpas of zo. Maar ik kon wel, zeg maar zeggen, makkelijk tonen dat ik gewoon een school e-mail heb. Met de student erin, zeg maar zeggen. Het woord student stond in mijn e-mailadres. En daarmee kon ik ook gelijk de connectie maken van de e-mails die ik had gekregen van mijn docenten. Dat was duidelijk overzichtelijk, alleen bij hem niet. En tenminste, hij had wel nog zijn schoolvak of zo. Dus dacht, dat zal wel, maar hij moest ook zijn idee laten tonen. En ik had hem wel, maar hij had hem niet. Dus hij was zoeken. Maar internet was zo traag. En uiteindelijk, na 10 minuten of zo, deed het pas. Ja, en toen vond ik allebei een oude ID-kaart van vroeger, die een jaar verlopen is. Even over tempels gesproken. Is lang genoeg. En mijn broek is te kort en daarom draag ik nu een doekje. Hallo. Hallo. Mensen die ook hallo willen zeggen. Donkere mensen, waar komen die nou vandaan? Hebben die wel het geld? Hebben die het geld wel? Ja, echt hè? Ah, die gaan zeker via de goedkope ingang. Afrikanen mogen via de goedkope ingang. En de Europeanen moeten via de ingang. Ik vind het wel een beetje discriminatie. Aan de andere kant begrijp ik het ook wel. Die westelingen, die hebben toch zat geld. Ja, in ieder geval, wij gaan nu tempel naar bekijken. Naar die tempel. Het is trouwens hier best groot hier trouwens, hè? Ja. We zijn net binnen, maar het komt geen einde aan tot nu toe al. We moeten zelfs een treintje. Treintje? Hier. Ja, dat mag me open voor het geld, ja. Ik verwacht eigenlijk gewoon een NS High Speed trein. Ja, zoiets. Ja, we gaan verder. Onderweg naar Borrebedoer. En het begint al erg tof uit te zien, want
Ik denk, als het regent, dan zit je hier wel veilig. Nou, weg naar die bijzondere tempel. Tof, een goede meneer. Hallo. Hallo. Ik vind geen mooie vrouw hier of zo. Ja, misschien wel, weet ik niet. Je oude mensen hier, dat vind je zo cool. Oh, look at that ass. Nee, ik waarschuw je. Om de havenklap zometeen gevraagd voor foto's. Ja. 10 euro. Ik heb wel geld om 10 terugverdienen, dus we gaan vrouw geld vragen, niet foto's. Ja. Nee, dus. Ik zou ook een beetje als Johnny Bonneau in 2003 voelen of zo. Ja. Nou, dat zou echt heel bijzonder zijn. Dan, boer op het doer. Oké. Daar is het al, hè? Daar is het. Bijna 11! Oh. Nou. Oké. We zijn er, hè? Wat een mooi blauw shirt heeft u. U ook. Hier heeft hij een blauw shirt. Oh, is dat hier de trend of zo? Door de boerenbedoer. En ja, het is een heel mooi gebouw ook hoor. Je hebt allemaal van die tempels. Maar ja, ik vind het wel allemaal wel een stelletje sadist hoor. Volgens mij mogen ze die boeddhisten niet zo hoor. Want ze hebben... Kijk, je het goed ziet. Hier, daar zie je de twee al. Twee onthoofde boeddha's. Dat is toch ook een beetje cru. En dan het andere dingetje. Ze zouden zeggen dat we continu lastig zouden worden gevallen om mensen die op de foto willen. Maar ik heb echt niets gemerkt ofzo, wat jij? Nee, helaas niet. Ik was er helemaal klaar voor, man. Ik was helemaal klaar voor een beroemd. Ja, een beetje teleurstellend vind ik dat. Ik bedoel, het is wel een hartstikke prachtig gebouw. Ik bedoel, kijk, voor die tientje vind ik het wel waard. Voor studententarief is het zeker waard. Om het mijn eigen waarde is toch wel wat gedaald nu eigenlijk. Ja? Vind je dat? Ja. Ik had verwacht dat ik op Google, zullen we zeggen, enkele foto's moest gaan opzoeken van How to Handle Fame. Oh. Wat voel je nou helemaal van? Van die hele. Ja. Boerenbedoer. Hey, stop eens met fluiten, man. Volgens mij wordt hier een voetbalwedstrijd gespeeld. En volgens mij is Ajax uit. Rode kaart. Hey. Hallo. Hey. Everybody in the street. 1, 2, 3. Hey. Nou. Oh, gaat dat, weet je? Oh, holy shit, dat is me gevallen. Ja, best behoorlijk. Ik hoorde. Ik dacht, wat gebeurt daar? Ik dacht, hij zat toch niet overleven? En die klonk echt, zag best wel serieus uit. Gast, wat een mazzel, jongen. Ik was bijna dood, hè? Ja, ik zeg, ik weet niet wat er net gebeurde. Ik viel op de grond, trouwen. Ja, hoe komt dat dan? Ja, het ging zo snel, ik weet niet eens meer. Want op een gegeven moment. Ik kwam een auto aan, ik was even op wijs of zo. Ik kwam een auto voor me en toen viel ik net op de grond en zo. Maar ik viel wel op mijn bek eigenlijk. Maar is, ik heb gewoon een grote bek, dus dat scheelt. Oh, je hebt geen pijn? Ik ben op mijn kaak gevallen. Oh, je hebt geen pijn? Een beetje. Ja, dat is mee. Oh ja, anders is het. De scooter is gewoon nog heel. Nou, even rustig aan doen dan.
is nog goed, ouwe. Anders had je een deel van die scooter moeten betalen. Nou ja, spinnen dan de kosten voor je ziekenhuis. Weet je eigenlijk wat er gebeurt? Ik ging zo stil eigenlijk. Jij zat voor me. Oh, nu weet ik wel wat er... Ik weet wel wat er was gebeurd. Ik ging op het stoepje hier zo. En toen ging ik gas geven. Alleen op een gegeven moment toen lag allemaal stenen en zo hier zo. En daardoor verloor ik mijn grip en toen viel ik. Ja, kijk maar mee, kijk maar mee. Jawel, je bent wel gevallen. Ja, het gaat wel. Ja. We gaan wel zo meteen even wat fietsen. Nou ja, we gaan verder kijken. We scooteren wat af. En maar rustig aan. We gaan ook het doen. Oude Marco, wie komen we nu weer tegen? Deze kennen we van gisteren. En deze kennen we van Sumatra. Het is wel een beetje apart allemaal, hoe klein deze wereld is, of niet? Ja, maar dat was de verrassing ook. Het is toch onmogelijk haast, weet je wel? Dat ik hun in de trein tegenkom. En dat, ze dan, dat we dan samen wat gedronken hebben en ze zeggen, hey, die kennen wij ook. Die vergeet je nooit weer, hè? Die vergeet je nooit weer. Maar zijn jullie goed aangekomen? Lekker. Lekker aangekomen. We zaten in de trein. Nee, wij waren hier bijna niet gekomen. Want we moesten een treinticket boeken, maar dat wisten we niet. Dus gisteravond, echt hoe laat was het? 11:30 staan. Half twaalf, 12 uur. Zegt zo'n gast, die ook in het hotel zat. Zegt van ja, hebben jullie wel geboekt dan? Wij zo, nee. Ik denk, we gaan gewoon naar die trein. Dus wij kijken. Alles vol. Ja, zit je een beetje gezellig, Marco? Zeker man, lekker gedronken, lekker gegeten, prima. De rest lekker aan het praten. Als we in bed gaan liggen, dan moet je dit echt... Die kennen we nog wel, van Sumatra. En wat was het nou? Soraya, Soronia. Sharona. Mijn vriend is ook heel gek op mijn kat. En we hebben elkaar net ook gezien, nu zijn we samen aan het eten, zo kan het gaan. Ja, dit keer krijg ik de vreten, een klein beetje eten, een klein beetje patat, een klein beetje... Ik heb wel genoeg frietsaus. Nutella voor bij de patat. Dipsaus. Jury bestelde nog frietsaus, hij was bang dat het niet genoeg was. Nou, ik had die kip net gezien, dat was... Ja, er is al heel veel. Het was geen kip, het was een keuken. Kan die gewoon bij ons hoofd. Dus wat heb jij nou genomen? Spaghetti die bol neer. Dat mag er altijd zijn. Dat is een lang op, man. Dat is een lang op. Voor mij ook. Dat is ook niet veel meer. En dan was ik het ook. Ik ook wel met hem eens. Ja, we moeten kijken wat de rekening wordt zo meteen. Daar maak ik me hier geen zorgen om, hoor. De laatste zorgen die ik hier heb, de rekening. Hou wat een gezelligheid weer, jongens. Want iedereen gezellig erbij. Hoe is het voor jou? Ja, al goed. Ja? Ja, altijd goed. Prima, altijd goed. Volgens mij ben ik de enige die ziek is geworden trouwens, besef ik me nu. Ja. En twee keer zelfs. Voor deze vakantie. Ik ook. Oh, kijk. Het is een saté. Hij is een beetje bang. Oh. Lief katje. Weet je waar wij naartoe moeten? Oh, we moeten toch die kant op! Oh, helaas! Toch wel. Toch lopen we verdwaald. Lost in Bangkok? Oh nee. Lost in Jakarta. Yogyakarta. Nou, we gaan elkaar waarschijnlijk in de Gili-eilanden weer zien. Ja, dat denk ik ook. Nou, hun lopen nog een stukje ons mee. Maar zij... We gaan lekker zwemmen. Ja, gaan lekker zwemmen en die gaan morgen ook even weg. Ja, trek ze mijn vinger. Ze zitten wel mooi op. Marco, vond jij het gezellig? Ja, fucking vet man. Heel gezellig gehad. Zeker, zeker. Zeker waar. En jullie gaan binnenkort ook vloggen, hè? Ja, nee. We zijn ook begonnen. Nee, nooit. Jullie kunnen toch nu ook? Nee, man. Nee, we pakken helemaal niks van. Dat gaat niet goed komen. We hebben vandaag een vlogje gemaakt. Zeker. We hebben een mooie vloggen gemaakt. Magisch bij ons. Ik kan alleen maar vloggen over ellende, anders niet. Hey! Zitten we toch even in een fietstaxi? In een fietstaxi in de nacht. Toch eventjes lekker fietsen. Lekker fietsen. Lekker is wel gezellig. Man vroeg 40.000, dat is even duur als bij de taxi. Dat is een ouwe. Fiets even duur als een normale taxi, zijn we 30.000. Of dingen. Zeg je, nee. Maar toch een keer fietsen. Maar uiteindelijk heb je het toch nog gedaan. Het dus, is ietsje langer, maar... We zijn lekker aan het... Hier. Hallo! Hallo. Inhalen! Gaat hij inhalen? Gaat hij de kracht hebben?
Zal het hem lukken om toch nog 130 kilo te vervoeren? Ja, ik doe het. Dag meneer. Bye bye.